Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga voor jullie mijn dagelijkse make-up routine filmen. Ik ga jullie gewoon laten zien hoe ik mijn dagelijkse make-up routine doe. Dit zijn niet de producten die ik ook echt dagelijks gebruik, maar dit zijn producten die wel echt afwisselen. Maar dit is wel hoe ik dagelijks mijn make-up dus eigenlijk aanbreng. Dus ik heb er geen extra producten aan toegevoegd die ik normaal ook niet gebruik. Ik kreeg ook de vraag of ik een look wilde maken met de Too Glam Too Given Damn paletten. En die heb ik dus voor deze ooglook gebruikt. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik deze look heb gemaakt en hoe mijn dagelijkse make-up routine eruit ziet, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee bij deze video. Ik ga beginnen met concealer en ik gebruik nu het 5 color paletten concealer en bronzer paletten van de Action. En hier zitten gewoon een aantal kleuren in. En ik ga voor de allereerste kleur, dus voor deze. Dus die ga ik even op een kwastje aanbrengen. Ik heb ook even een spiegeltje erbij, zodat ik het een beetje goed kan aanbrengen. Ik gebruik eigenlijk, als ik gewoon thuis ben en niet echt weg hoef, gebruik ik eigenlijk geen primer of zo. Dat doe ik meestal alleen op de dagen dat ik echt weg ga. En ik wil dat mijn make-up heel erg lang blijft zitten. Dus ik ga nu gewoon alleen wat makkelijke concealer aanbrengen. Ik breng een beetje ruim aan, zoals je kan zien. Hij is ook best wel smeuig. Hij heeft een goede dekking. Ik breng dit gewoon altijd op een paar punten van mijn gezicht aan. Waar ik even extra wil dat hij een beetje dekking geeft. En ik ga hem even inblenden met mijn make-up kwast. Dus deze van Real Techniques. En ik gebruik deze expres onder mijn foundation, omdat dit een best wel dik product is. En als ik dit over mijn foundation ga aanbrengen, wordt die best wel, echt wel een dikke smoothie. Dus die blend ik even heel goed in. Dan ga ik door met de foundation. En aangezien het nu best wel warm is buiten, ga ik een BB cream gebruiken. Ik gebruik deze BB cream van Fashion Professional in een vrij lichte kleur. Deze heeft ook SPF 15 en dit is de kleur Light, nummer 20. Deze ga ik even aanbrengen op mijn kwastje. En dan ga ik hem even aantippen op mijn gezicht. Ik vind dit soort producten gewoon heel erg lekker. Vooral nu het warm is. Het is gewoon even iets lichter op je huid. Voelt even iets lekkerder aan omdat je zo'n hele dikke laag erop hebt zitten. En je ziet hem ook niet heel goed zitten. Dus op zich is het gewoon lekker luchtig. Ik breng hem altijd ook wel een beetje in mijn nek aan. Zodat ik hem lekker kan inblenden. En ik ga hem dan weer even uitsmeren met dezelfde kwast waar ik net ook de concealer mee heb gedaan. Ik heb helaas nog geen goede concealer kwast van Real Techniques. Die staan nog wel op mijn lijst. Ik maak altijd lijstjes van producten die ik nog graag wil hebben. En die staat daar dus nog wat op. Ik blend hem even heel goed in. Deze ruikt ook best wel lekker, moet ik zeggen. Soms kunnen BB creams niet zo heel erg lekker ruiken, maar deze is wel heel erg lekker. En je ziet, je hebt wel wat kleur op je gezicht, maar het is niet gelijk een hele dikke laag. En dat vind ik wel lekker met dit weer. Even het topje erop draaien voordat alles hier overal verspreid ligt. En dan ga ik mijn gezicht afpoederen. En hiervoor gebruik ik dit keer de All Matte Let's Up To 24 Hour Plus. En dit is gewoon een lichte poeder die je ook niet ziet, die verder geen kleur bevat. En die poeder ik gewoon even goed af. En ik vind het gewoon fijn om de boel wat meer te zetten. Het is dus wel een dagelijkse make-up routine. Maar ik gebruik wel dagelijks andere producten. Dus dit zijn niet de standaard producten die ik dagelijks gebruik. Ik kijk echt een beetje van waar heb ik vandaag zin in.
Ik kijk dus ook een beetje naar het weer, van wat voor weer is het. Ja, en aan de hand daarvan ga ik gewoon kijken van oké, wat vind ik vandaag leuk om te doen. Dus dat eigenlijk meer. Dan ga ik bronzer aanbrengen. Ik gebruik de Sunkist Giant bronzer in kleur medium. Dit is een hele grote bronzer. Maar die vind ik wel heel fijn, want die past echt heel erg goed bij de kleur die ik graag wil. Ik hou altijd wel een beetje van een wat donkerdere bronzer, want je mag het van mij altijd best wel goed zien. En zoals je nu ziet, zie ik gelijk ook een hele streep, maar dat ga ik zo fixen. Maar ja, het is wel een beetje de kleuren waar ik van hou, zeg maar. En ik doe dat ook een beetje op mijn voorhoofd. Meestal doe ik zo'n laagje of twee. En onder mijn kin. Daar doe ik ook meestal zo'n twee laagjes. Nu ziet het er echt heel gek uit, maar dat ga ik dus nu fixen. Omdat ik het ga inblenden, daarvoor gebruik ik altijd zo'n kwastje. Dan zie je het gelijk een stuk minder. Je ziet nog wel dat er wat op zit, maar de harde lijnen die zijn weg. Er zat natuurlijk in dat palet wat ik net gebruikte ook een bronzer, maar dat is een creamy bronzer. En daar had ik niet zo heel erg veel zin in. Wangen zijn ook heel belangrijk om in te blenden. Zo. Dit hoeft op zich niet heel erg hard hoor. Dit kun je gewoon heel zachtjes doen. Maar ik ben meestal wel gewend om het wat harder te doen. Dan ga ik gelijk blush aanbrengen. Ik gebruik de Candy Blush van W7. Deze is in de kleur Angel Dust. Het is een heel mooi roze kleurtje. Hij is vrij licht roze. En die ga ik gewoon lekker aanbrengen. Die breng ik een beetje boven de bronzer aan. Meestal een laagje of twee. En dan is het voor mij al wel weer voldoende, zeg maar. En dat doe ik gelijk ook gewoon heel goed inblenden, zeg maar, met deze kwast die ik nu gebruik. En dan ga ik ook gelijk highlighter aanbrengen. En hiervoor gebruik ik de To Glam To Give A Damn paletten. Hier zit ook oogschaduw in, maar er is ook een highlighter. Dat is deze en die ga ik dus ook gebruiken. En het handige is, hier zit ook een spiegeltje in. Hij is niet heel erg glimmend. Ik heb normaal wel glimmende highlighters. Maar voor sommige dagen kan dit prima. Ja, hij glimt niet heel erg. Het is een lichte glam, zeg maar, die hij geeft. Maar op zich vind ik dat voor nu ook prima. Dan ga ik mijn wenkbrauwen doen. Ik gebruik dit paletje. Dit is een standaard paletje. Ik heb hem ooit eens gekocht bij de Kruidvat. En die gebruik ik eigenlijk wel standaard. Dat is ook het enige wat momenteel even standaard wel terugkomt. Maar voor de rest, dat is eigenlijk allemaal vrij wisselend qua producten. Ik ga nu ook geen wenkbrauwgel of zo gebruiken, want dit hoort gewoon niet bij mijn dagelijkse make-up routine. Dat doe ik gewoon echt alleen, maar als ik dus echt een hele dag weg moet. Ik borstel ze even door met de spoelie. En dan zit de kleur er eigenlijk ook gelijk alweer op. Nou, dan ga ik dus een look maken met dit paletje. Zoals ik net ook al liet zien. Ik ga eerst even een standaard kleurtje aanbrengen. Dat is deze. Om mijn ogen een beetje te zetten. Het is wel een heel klein pennetje om in te dippen. Dus dat is een beetje lastig. Dan ga ik weer diezelfde highlighter gebruiken, dus deze, in de binnenste ooghoek en op mijn wenkbrauwbot. Zo
handige is dat deze ook een spiegeltje heeft. Hij is wel vrij klein. Maar op zich, het kan er voor nu wel mee door. Ik doe dit eigenlijk altijd gelijk aan het begin. Dit soort dingetjes. Highlighters en zo. Heel veel mensen doen het ook als laatste. Maar ik doe het toch altijd wel eigenlijk aan het begin. Dan ga ik ik ga in de arcadeboog eerst deze kleur aanbrengen. Het is een paars kleurtje, het wordt een gewaagde look. Dat kan ik je sowieso al vermelden. Maar ik hou daar gewoon op zijn tijd ook wel van. Vaak als de make-up wat lichter is, mag mijn wenkbrauw of mijn oogmake-up mag wel wat feller. Ik breng deze ook echt in meerdere lagen aan om op te bouwen. Ik gebruik nu natuurlijk ook geen oogschaduwbasis. Maar ik wilde deze make-up routine wel zo doen zoals ik hem altijd doe. Dus dan vind ik het een beetje flauw als ik extra producten ga toevoegen die ik normaal in mijn dagelijkse make-up routine ook niet gebruik. En dan ga ik deze kleur, dit kleine kleurtje, deze donkerpaarse, die ga ik ook nog even aanbrengen. Meer op het lijntje van mijn oog voor even wat meer diepte. Deze is gelijk een stuk heftiger. Maar dat komt zo meteen goed, dan zie je de harde lijnen niet meer. Als hij eenmaal is ingeblend. Ik gebruik hier ook altijd een puntig kwastje voor, want dat vind ik gewoon zelf het prettigst. En dan ga ik de kleuren dus even inblenden. Iets zachter maken. Maar dat je ze nog wel ziet, zeg maar. En zoals je kan zien, je ziet de kleuren goed, maar ze zijn even iets zachter. Dan ga ik in de arcade boven deze kleur paars aanbrengen. Het wordt echt een paarse ooglook. In de outer V, zeg maar. Meestal doe ik ook wel een laagje of vier. Ja, hij mag gewoon lekker een beetje eruit springen. Omdat ik hem natuurlijk zo toch weer ga inblenden. En die blend ik dan nu ook gelijk even in. Dit doe ik dan weer met iets zachtere bewegingen, meer draaiende. Zodat je de kleur goed blijft zien. En op het binnenste, of het bewegend ooglid, ga ik dit zachte roze kleurtje aanbrengen. Het blijft wel een vrij harde ooglook. Maar roze doet het meestal wel goed. Zo. En dan is eigenlijk de oogschaduw klaar. Dan ga ik eyeliner aanbrengen. Ik gebruik op dit moment de eyeliner pen met extra long lasting volume van Essence. Dat is deze. Ik heb ook een tijdje een eyeliner met een kwastje gedaan. Maar die gaat toch de laatste tijd wel erg vaak lekker. Dat ik denk van nee, moet ik denk ik even niet willen. Ik moet het gewoon eventjes een beetje basic houden. Zodat die er gewoon vrij normaal op zit. Want eyeliner maakt mijn ooglook gewoon altijd voor mijn gevoel heel erg af. Dan ga ik in mijn waterlijn even een oogpotloodje aanbrengen. Ik gebruik altijd de Long Lasting Eye Pencil. Die 8 uur blijft zitten en waterproof is van Essence. Is deze. Dan
Die ga ik gewoon even in de camera aanbrengen. Ik hou er wel van als er best wel een goede laag op zit, zeg maar. Krul ik even mijn wimpers met deze Basic wimperkruller. En dan breng ik mascara aan. Ik heb dit keer voor de Lash Princess gekozen. Dit is de Sculpt Volume Mascara. Dat is de paarse variant. Deze heb je natuurlijk in best wel veel varianten. Maar deze heeft dus ook een fijne boog. Waardoor je de bovenste wimperrand goed kunt meepakken. En ik doe ook altijd de onderste wimperrand. En meestal doe ik niet hele volle lagen. Als ik gewoon thuis ben, weet je, als er gewoon wat op zit, vind ik het vaak al heel goed. Dat je het hebt van, nou ja, hè? Het hoeft niet zo heel over de top. En het laatste is natuurlijk lippenstift. En ik gebruik deze lippenstift van AliExpress, want die is lekker donker. En ik heb vandaag zin in een donkere, ja, lippenstift. En dan is eigenlijk mijn make-up routine ook gelijk klaar voor wat ik dus dagelijks doe. Dan was dit ook alweer mijn daily make-up routine. Zoals je kan zien is die eigenlijk vrij basic. Zoals ik zei, ik gebruik elke keer wel weer andere producten. Maar over het algemeen is het gewoon een look. Is de basis gewoon een beetje hoe ik het doe. Dus niet dat ik extra producten gebruik. Dat doe ik dus echt alleen als ik wegga. Maar ik vond het ook wel leuk om jullie een keer te laten zien hoe ik eigenlijk mijn dagelijkse make-up doe. Want volgens mij heb ik het ook nog nooit eerder gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie van de look vinden die ik heb gemaakt. En wat doe jij anders bij je dagelijkse make-up routine? Laat me dat ook zeker weten. Vind ik leuk om te horen. Wil ik je voor nu weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Abonneren kan ook door op het rondje te drukken met mijn gezicht erin. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, doe zeker even je duimpje omhoog. En dan zie ik je weer bij een volgende video. Doeg!